en naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerds Weetjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes, live vanaf de IAA in Frankfurt. De grootste autotentoonstelling dit najaar, die nog 10 dagen duurt. Tot volgende week zondag dus, als je deze video tenminste op vrijdag kijkt. Ik neem je mee over de beursvloer en vertel je leuke weetjes en feitjes van de nieuwe modellen die hier staan. Of zaken die betrekking hebben op de autotentoonstelling. Dus we gaan op zoek naar leuke dingen die de fabrikanten graag voor ons verborgen houden. Of die juist heel opvallend zijn. Van de mooiste conceptcars hier op de IAA in Frankfurt. Dat is deze Mercedes-Benz EQS. En die S geeft het aan. Dit is formaat S-klasse. Dus de toplimousine van Mercedes-Benz. Maar weet, hier staat weliswaar conceptcar op. Deze auto is voor ongeveer 90% al productie klaar. Auto komt in 2021, komt naast de S-klasse. En die S-klasse zelf, die komt al volgend jaar op de markt. Ja, de aanduiding 718. En die productlijn van Porsche, die heb je dan als Cayman en als Boxster. En dan de nieuwste versies van die twee midscheeps motorversies. Dat zijn de GT4 en de Spider. En dan heet hij als Cayman heet hij 718 Cayman GT4. Maar als Boxster heet hij dan Porsche 718 Spider. Dus zonder die toevoeging Boxster. Wat is nou de reden van? Porsche zegt, ja, maar Boxster staat voor boxenmotor en roadster. En een roadster en een Spider, ja, dat kan niet samen, want er zijn twee verschillende cabriolet concepten. Ja, vandaar dat ze hem 718 Spider noemen. Maar kijken we nou even naar het verleden. De voorgangers, twee voorgangers van die auto, die heten Boxster Spider en Boxster Spider. Dus grappig, hè? Nu komen ze er opeens achter dat dat helemaal niet kan. Nee, echt kleurbeeld, hè. Dit is nog steeds de IAA 2019 en niet de IAA 1968. Half vier staat het in het teken van exclusieve auto's, klassiekers, oldtimers, youngtimers, bijzondere auto's. Zoals deze, de Ferrari. En dan vult u alvast in, wellicht Daytona. Maar weet je dat Daytona een koosnaampje voor die auto is? Gegeven door liefhebbers, omdat hij zo uiterst succesvol was tijdens de races op Daytona. De officiële naam is Ferrari 365 GTB 4. Ja, de Volkswagen ID3. En wat die heeft als een leuk geintje, dat is op de pedalen staat een play en een pauzeknop. Die pauzeknop op het rempedaal, de play op het stroompedaal, zeg maar. Niet het gaspedaal, maar op het stroompedaal. En wat nou leuk is, als je naar de concept gaat kijken van de Land Rover Defender, dan zie je dat Land Rover hetzelfde heeft gedaan bij hun conceptcars, maar niet in de productieversies. En waarom niet? Wat Land Rover zegt, ja, dat vonden we toch iets te speels. Ja, dus laten we het maar niet doen. Maar Volkswagen past het gewoon toe. Niet nieuw, hoor. Bijvoorbeeld de Renault Twingo GT, die had het ook. Een mastodont van een auto, de Ford Explorer. Lengte 5 meter, breedte 2 meter, hoogte 2 meter. Ja, en waar heb je dan ruimte genoeg voor? Natuurlijk, Amerikaanse auto bekerhouders. Ja, en waar zitten die dan? Hoeveel zijn het er dan? Laten we even tellen. 1 in de deur, 2 in het midden, 1 in de deur. Dat maakt 4. Natuurlijk, achterin. Niet 1 in de deur, nee, 2 in de deur. Andere kant natuurlijk ook, in het midden. Dat maakt 4 plus 6. Zitten we al op 10 bekerhouders. Tuurlijk, 7 zitten. Die achterpassagiers, die mag je niet vergeten. Dus, ook achterin, ga je hem helaas niet omlaag. 1, 2, 12 bekerhouders. Ja, en dan kun je hier het kratje drank zetten om die bekerhouders, om die bekers te vullen. Dit is de Volkswagen stand zoals wij die tijdens de persdagen te zien krijgen. Maar wanneer het publiek hier komt, zullen er andere auto's staan. Nu zijn alle auto's of elektrisch of geëlektrificeerd. Zoals natuurlijk die fonkelnieuwe ID3.
En wat een leuk rijtje is, dat zie je hier beneden. Hier staat de Aero, de Bus, de Cross en nog een leuke buggy. En deze auto's die hebben we allemaal al in het verleden op autotentoonstellingen zien staan. Maar weet dat deze allemaal in productie gaan, al is het voor de buggy nog niet helemaal duidelijk. Het publiek krijgt hier ook auto's te zien met normale verbrandingsmotoren. Waaronder de nieuwe T-Roc cabriolet. Die hebben wij dus niet gezien, maar het publiek krijgt hem wel zien. En wat nou een leuk feitje is van die auto, die wordt gebouwd in de oude Karman fabriek in Usnabroek. En dat is de fabriek waar vroeger Karman, de Karman Ghia, de Golf cabriolet en ook daarvoor de Kever cabriolet bouwde. Dus een mooie rijke historie van cabriolet modellen in de Karman fabriek die nu eigendom is van Volkswagen. Ja, dus u dacht dat de grill op de nieuwe BMW 7-serie dat die groot is, groter dan groot. Kijk even naar dit studiemodel van de nieuwe BMW 4-serie. Komt volgend jaar als coupé op de markt en kijk eens naar dat enorme front met die enorme grill. Ja, bizar hè? Maar wees gerust. Deze grill komt niet één op één op het productiemodel. Die auto is voor 85% identiek. Spiegels kloppen niet, diffuser klopt niet, wielen kloppen niet. En die grill. Die grill die wordt anders van vorm. Maar waarvoor presenteren ze dan die enorme nieren op dit studiemodel? Om te laten zien dat het anders wordt dan anders. Wat je gaat krijgen is, je gaat een optisch onderscheid krijgen tussen de BMW 3-serie grill en de BMW 4 nieren. En dat geven ze hiermee aan. Dus er wordt gedifferentieerd met de vorm van de grill, de breedte, de hoogte, om zo alle modellen in de toekomst een eigen karakter te geven. Want nu zegt BMW, ja, nu lijken al die grills te veel op elkaar. En dat willen we gewoon niet hebben. We willen verschillende gezichten hebben. Ja, zo'n persdag is een internationale aangelegenheid. En als je dus een model presenteert van een merk dat in een ander land of juist één specifiek land onder een ander label wordt verkocht, ja, dan moet je daar rekening mee houden. Dus vandaar dat dit niet een Opel Corsa is, maar een Vauxhall Corsa. En dat zie je aan die logo's hier achterop. Het Vauxhall logo in plaats van dat Opel Bliksem logo. Ja, deze auto staat er alleen op de persdag. Op de publieksdag is die uiteraard weer weg, want we zijn in Duitsland. En in Duitsland kennen ze alleen de Opel Corsa. Dit is grappig. Bij Alpine hebben ze natuurlijk verschillende wieldesigns. Maar ze hebben een kleine stand. Ze hebben maar één auto om te presenteren. Dus hoe laat je nou zien dat je verschillende designs onder je wielen kan krijgen? En hoe dat eruit ziet? Nou, je plaatst gewoon onder de linkerkant design 1. Onder de rechterkant van de auto design 2. En dan plaats je het achter een spiegel. Dus als je hier gaat staan, dan kun je precies zien wat nou het mooiste staat voor jou onder die auto. Nou, probleem opgelost toch? Ja, Mercedes 300 SL Gullwing krielt het hiervan. Hoor. Ook van zo'n 300 SL. Maar kijk even wat ernaast staat. Die Alpina op basis van die 850 CSI. Daar die 993 Turbo S in een hele speciale uitvoering. En dan hier Mercedes SLR McLaren Stirling-Moss Editie. 75 stuks gebouwd. 2009 geïntroduceerd. Mercedes raakte ze aan de straatstenen niet kwijt. Gewoon grote moeite om die auto's te verkopen. Waarom? Omdat die onder andere niet in Amerika werd geleverd. Maar kijken we nou naar dit concept. Hè? Kleine voorruitjes, die lange motorkap. We zien het nu terug bij Ferrari, de Monza, de SP1-1 en de SP2. En dan komt McLaren, die komt zelf ook hier met techniek van de Senna met zo'n auto. Gepositioneerd tussen de P1 en de Senna. Maar er komt nog een fabrikant met een dergelijke auto. Hou ervoor even Autovisie Magazine in de gaten. Ja? Slechts 63 stuks gaat Lamborghini ervan bouwen van de Sian. Maar de wachtlijst voor deze auto bestaat inmiddels. Want er waren meer gegadigden die die auto wilden hebben. Ja, hoe kom je nou aan zo'n auto? Je moet een trouwe klant zijn van Lamborghini. En als je op die lijst staat, dan gaat Lamborghini zelf gaat bepalen wie de auto gegund wordt. En die kopers, die moeten een contract tekenen. Ze mogen de auto niet binnen een bepaalde tijd. Welke tijd, dat wordt helaas niet aan mij verteld. Dat is confidential, zegt Lamborghini. Maar die auto mag dan niet binnen een bepaalde tijd verkocht worden. Ben je een van de gelukkigen die deze auto heeft bemachtigd? Wat je dan krijgt van Lamborghini is een schaammodel. 1 op 8 in exact dezelfde livery als het echte exemplaar. Dus mocht je bij vrienden en kennissen zijn die gefortuneerd zijn, waarvan je nooit in de garage mag komen kijken, ja, dan moet je goed opletten in het huis of je ergens het schaammodel van die Lamborghini Sian ziet staan. Dan weet je het zeker. Daar staat hij in de garage.
Ja, dit is de Chinese SUV van Byton. Auto is serieus bedoeld voor productie. En als er één auto is met het grootste scherm op het dashboard, dan is het deze wel. Liefst 48 inch. En kijk eens, nou, je hebt een bijrijder nodig om het touchscreen te bedienen. Nee hoor, boven de airbag op het stuurwiel, daar zit een extra scherm. En daarmee bedien je ook de functionaliteiten die je dan voor je ziet. De vraag is waar je vaker op zult kijken. Op het scherm of door de voorruit. Nou, 3 weken geleden, toen werd de laatste hand gelegd aan die nieuwe conceptcar van Audi. De Trail Quattro. Auto is dus kakeltje vers. Ja, eigenlijk mag er niet mee gereden worden, gerold worden. Dat kan dan wel, 15 km per uur max. Want die banden zijn specifiek voor dit model gemaakt. Niet door een toeleverancier, maar door Audi zelf. Uiterst kostbaar, zeiden ze. Maar er bestaat een video en die zie je hier. En dan zie je de auto rijden. Je ziet hem rollen. Maar wat hebben ze nou gedaan? Dit, wat je hier ziet, is niet die auto. Nee, wat hebben ze gedaan? Voor de promovideo hebben ze gekeken naar een bestaande auto. Die hebben ze offroad laten rijden. En dan hebben ze met 3D-effect hebben ze de conceptcar daarop gezet. En wat is dan de auto waarmee ze hier rijden? Ja? Ze stelden voor om dat met een Audi Q5 te doen. Maar toen zei het camera, het productieteam zei, ja, dat is geen goede keuze. Want zoals je ziet, heel die zijkant is van glas. Dat is open. Dus als je die beelden hebt, moet je er ook dwars doorheen kijken. Hetzelfde geldt voor de neus. Dus wat hebben ze gedaan? De betere optie was een Jeep Wrangler. Dus ze hebben een Jeep Wrangler gepakt, de deuren eruit gehaald, offroad gereden. En daar hebben ze dus de auto op geprojecteerd. En wat dan de grap is, is dat de wielbasis is nagenoeg identiek aan die Jeep Wrangler. Ja, tot slot de nieuwe Vonkel, nieuwe Land Rover Defender. En dan zie je al die auto's in die hallen staan onder onnatuurlijk licht. En hier staat hij dan in het daglicht en zie je hoe zijn auto echt tot zijn recht komt. Die Land Rover Defender die komt er in 2 maatvoeringen. De ene is een 90, de andere is een 130. Maar waar komen nou die namen vandaan? 90 staat voor de korte wielbasis, 130 staat voor de lange wielbasis. Maar die namen die hadden ooit een echte betekenis. Nu wordt het gewoon uit historisch oogpunt wordt het nu hergebruikt. Maar vroeger was de korte versie had een wielbasis van 90 inches. En de lange versie had een wielbasis van 110 inches. Ja, maar nu geldt het niet meer, want nu zitten ze er ver overheen.